U demonstreert voor het stadhuis in Almelo. Wat is de reden van die demonstratie? Ja, de reden van de demonstratie is dat wij nu straks onze ongenoegen overbrengen aan de gemeente in verband met de huisvestingproblematiek bij ATIP. In de gesprekken komen we niet uit, omdat ATIP beperkte middelen heeft als vrijwilligerorganisatie. Ik neem aan dat de gemeente Almelo voldoende alternatieven heeft geboden aan ATIP. Ja, dat denk ik niet. Want? Want we hebben meerdere gesprekken gevoerd, dan komen we niet uit. En er is niet concreet wat aangeboden. Vooral afgelopen 2-3 jaar hebben we niks aangeboden gekregen. En daarnaast hebben we ook een belangrijke punt. Dat wij volgens afspraak bij de gemeente, dat iedere vereniging kan eigen pand waar ze wonen, waar ze zitten, die kunnen aankopen behalve ATIP. Wat wilt u bereiken met deze demonstratie? We hebben gesprekken gevoerd. Dat zijn qua techniek heel netjes en keurig. Maar qua inhood is eigenlijk dode mus. Met de beleid zitten ze vast, heb ik begrepen. Maar dan kunnen ze een of andere manier op basis van afspraken dat de verenigingen eigen pand kunnen kopen. Anders wordt het iets aangeboden. In dat trend kunnen ze wat regelen. Dat hopen we. Wat hoopt u, is het antwoord van de gemeente? Ja, in de eerste instantie wil ik even echte gesprekken op gang brengen om gezamenlijk uit te komen met een betaalbare, locatie. Passende locatie, zeg maar, voor ATIP. Zal ik dat dan van je aannemen, Sezgin, heer Abak? Absoluut. Dank u wel. Dank u wel voor de aanwezigheid. Ja. Dank. Ja, ik neem uiteraard elke petitie vanuit de bevolking van Almelo graag aan. Ik denk ook dat wat ATIP de gemeente te vertellen heeft, de gemeentebestuur te vertellen heeft, dat voor ATIP belang is. Hè. Wij hebben daar in jouw hoedanigheid als bestuurslid ook al regelmatig over gesproken. Mogelijkheden hebben ook grenzen. Daar is ook over gecorrespondeerd. Ja. En uiteraard deze petitie die ga ik ter kennis brengen van de gemeenteraad en van het college van BNW. Ja. Die gaan dat lezen en die moeten daar ook wat van gaan vinden natuurlijk. Maar ik wil ATIP ook geen rad voor ogen draaien. Dat zou ook niet netjes zijn. Een groot deel van de discussie is al gelopen. En dat maakt de toekomst, of de uitkomst van ook deze petitie niet heel erg positief. Dat zeg ik er meteen bij, omdat het gemeentebestuur zegt dat er al heel veel tijd en energie gestoken is om te zoeken naar een andere locatie. Dat ook ATIP dat gedaan heeft, maar dat de mogelijkheden uiteindelijk ook beperkt zijn. De gemeenteraad, het gemeentebestuur kan daar nog wat van gaan vinden. Dat is ook de democratische weg die dat moet gaan. Dus deze petitie ga ik ook aan de gemeenteraad doorsturen. Ja. Dus hartelijk dank voor de woorden en allerlei uitleg. Dat klopt allemaal. Het is niet met goede resultaten beëindigd. We willen alsnog nog een keer vragen dat jullie dan als gemeentebestuur nog een keer naar het dossier kijken. Is er een andere mogelijkheid? Kunnen we een mogelijkheid bieden aan ATIP ergens anders passende huisvesting te regelen? In verband met activiteiten en van ATIP. Dat hebben we nodig. En we willen niet straks op straat zitten. Dank u wel. Zeker gaan we dat doen. Maar daar hoort ook bij dat ATIP dat zelf ook blijft doen. Hè? Zoals elke andere vereniging in Almelo moet ook ATIP zelf zijn nek uitsteken om een goed onderkomen te vinden. Ja. Nou, dat gesprek gaat op basis van die petitie plaatsvinden. Doen we. Dank je wel.